Fakka. Mijn naam is Jan. Maar de mensen zouden me eerder kunnen kennen als Jeetje. Ik ben 28 jaar. Ik ben geboren in Doetinchem. Ik ben opgegroeid in Hengelo-Gelderland. Waar ik bijna heel mijn leven buitenaf heb mogen wonen. Ik woonde daar met mijn ouders en met mijn zus. Mijn vader heeft voor mijn geboorte een auto-ongeluk gehad. Hij is daardoor meervoudig gehandicapt geraakt. Hij woont sinds 10 jaar in een verzorgingshuis. Gelukkig kan ik hem opzoeken wanneer ik dat wil. Tot mijn 18e hebben wij thuis dus voor mijn vader moeten zorgen. Met veel ups, maar ook heel veel downs. Dit heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. Heb muziek altijd gezien als een uitlaatklep. Om me af te kunnen sluiten van de hele wereld. Ik ben opgegroeid met veel vrijheid, dus mijn vrienden konden altijd ongestoord bij me chillen. Het grote voordeel van buitenaf wonen was dat ik altijd ongestoord muziek kon draaien. En mij dus volledig kon uitleven daar. Mijn slaapkamer had ik omgebouwd tot een radiostudio, / discotheek. De discolampen hingen in het plafond en de speakers stonden hoog opgestapeld. Toen de tijd gaf ik al drive-in shows bij mijn klasgenoten en vrienden op verjaardagen en feestjes. Ik mocht ook een aantal keer draaien op het zwembad bij ons in het dorp, ter afsluiting van het seizoen. De mensen om me heen zagen vroeger al dat ditgene was wat ik altijd het liefst deed. Na de basisschool ben ik naar de middelbare school in Vorden gegaan. Maar dat bleek al snel niet zo'n succes te zijn voor mij. Ik had mijn hoofd bij iets anders. Je kan het misschien wel raden. Via ben ik in contact gekomen met twee rappers uit Doetinchem. Die mij graag wilden leren om te spitten en tracks te maken. Ik heb mijn eerste microfoon gekregen van een van die boys. Er ging een wereld voor me open. Vanaf dat moment was ik verkocht aan de rap. Tot op de dag van vandaag. Inmiddels ben ik verhuisd van Hengelo naar Winterswijk. Ik heb een tijdje nodig gehad om een draai te kunnen vinden. En ik kende weinig tot geen mensen hier. Plus ik had de hoop een beetje verloren om verder te gaan met de muziek. Ik bedoel, ik kwam toch niet echt verder. En er werd geen money gemaakt. Ik verkocht de meeste studiospullen, maar hield altijd mijn microfoon. Ik ging me richten op mijn werk, om mijn huur te kunnen betalen. Dat liep niet altijd goed. Dit was niet mijn ding. En diep van binnen bleef ik hunkeren naar de muziek. Het kon me niet loslaten. En doordat ik hasjes rookte, ben ik in contact gekomen met een jongen. Die mij een soort van heeft geïntroduceerd aan veel boys hier in Winterswijk. Daardoor is het balletje een beetje gaan rollen. En zo naar hem nog. Ik heb rappers leren kennen. En ik heb boys ontmoet waar ik op de dag van vandaag nog steeds mee ben. Het leeft hier dus ook. Een van die boys die vroeger ook al bezig was met eigen tracks maken, zag blijkbaar iets in mij. En bleef doorhameren dat ik muziek niet naast me neer moest gaan leggen. Hij hielp me mee om een studio te bouwen. En ging stug naast me zitten om mij te stimuleren teksten te schrijven en te produceren. We hebben samen erg veel muziek gemaakt en erg veel lol beleefd. Er werden veel stappen gemaakt en in een korte tijd leerde ik nog meer mensen kennen die dezelfde passie voor muziek hebben. Daardoor werd mijn drive nog groter. Vandaag de dag is mijn album bijna ready en liggen er 3 videoclips klaar om uitgebracht te worden. Naast dat jullie nu weten wie ik ben, wil ik graag mijn muziek met jullie delen. Maak kennis met Jeetje.